Dat is echt een useloos ding. Ja, eindelijk. Daar is die hoor. De large backpack. Hallo kijkers van Gods Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer op Hexit. Aflevering 10 alweer, we gaan echt lekker en ja, vorige aflevering zagen jullie hoe ik een Legia Bow had gekregen en ik heb die Legia Bow eens even getest na de opname. En hier hebben we toevallig een spin, bang! Oh shit, ik raakte mezelf ook. Maar 38 damage op een freaking spider. Holy shit! Dat is echt ziek veel en dat is ook echt ziek chill dat ik zoveel damage daarmee kan doen. Maar voor deze aflevering gaan we dus denk ik maar een beetje naar de zee toe. Want ja, jullie hebben kunnen zien, ik heb een beetje rondgelopen. Ik ben natuurlijk nog niet overal geweest om precies te zijn. Maar zoals jullie kunnen zien, er is weinig wat eigenlijk een beetje... ja, lootable is, om zo maar te zeggen. Dus ja, we gaan gewoon een kant op. Ik denk dat we deze kant gewoon lekker op gaan. En dan zien we vanzelf wel... oh ja, wacht even. Hierboven zat ook nog iets. En nou... ik weet niet... hou ik hier een beetje van over? Jawel. Oké, dan gaan we gewoon hier even naar boven. Want dit is iets met endstone. En ik denk... ik hoor al wel iets. Even kijken. We switchen even de boel op. We moeten ook eigenlijk op lava naar lava gaan zoeken. Maar ik zag toevallig dit. En ik dacht van ja. Kan ik toch weer niet laten gaan. Oh. Dit is echt amazing. Hoppakee. Moet je eens kijken wat een boog mensen. Hier. Diamond armor. Hoppakee. Twee keer. Hoppakee. Weg. What the fuck? Dit ding is echt fucking sterk. En cloud boots? Oh, dat zijn boots waar je geen fall damage mee kan pakken. Je kijkt dan, joh. Ik schiet alles gewoon in één keer dood. Wat? Oké, dit ding is echt ziek sterk. Ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik kan hier gewoon bijna alles mee one-hitten. Ik hoef alleen maar zo te doen en... oh, wat? Er zit hier ook een beest. Oh, wat? Dit is een speciale. Oké, hij is volgens mij wel... oh, hier is eentje met een hookshot. Nou, die is ook dood. Maar wacht even, hier... zit een... speciale zombie of zo. Oh, nu niet meer. Ga weg, ga weg. Oh, hij gaat niet dood. Oh, jawel. Hij is dood. Zo, maar dit ding doet me toch een partij... echt niet normaal hoor, mensen. Kijk dan. Ik schiet gewoon alles zowat in één klap neer. En dan denk je wel van... ja, maar Dylan, dat kan met wel meerdere wapens hier. Maar gewoon die damage. Ik bedoel... dit is insane. Oh. Ik schiet weer op mezelf. Dat is aan het enige wel de hinderlijke. Als je één pijl verkeerd schiet, dan catch je terug. En dan krijg je dat verhaaltje van... ja, tik, tik, tik. En dan... oh, wacht even. Zit hier trouwens lava? Als we dit nou eens slim doen, kan ik volgens mij beide lavapoeltjes kan ik hier in één keer weghalen. Even kijken, we doen even de onnodige dingen doen we allemaal weg. Pak even mijn backpack erbij. Daar stoppen we even alle essence in. En, oh, zeven... oh, what the fuck, waarom zitten die diamonds hier in mijn inf? Die horen niet in mijn inf. Emerald zit het helemaal vol van. Nou ja, dan doen we even die eruit en dan doen we die er wel even in. Is dan niet anders. Die stekken we even. We hebben hier nog een beetje armor. Dat kunnen we in deze doen. Hop, hop, hop. Hop. Ik hoop eigenlijk dat ik hier nog een extra rugzak vind. Zou heel erg chill zijn. Zo. Oké. Dan doen we onze emmers weer in plaats. En dan... te traag. Oké. Nog een keer proberen dan. Wacht, ik kan... oké. Daar lag ik er bijna af. Beautiful. Holy shit, daar schrok ik even. Ik dacht even dat ik naar beneden zou pleuren. Dan kunnen we die weghalen. Die weghalen en up. Kijk, dan hebben we weer een lava emmer erbij. Moeten nu alleen even oppassen. Daar zie ik nog zo'n mannetje. Appakee, die is neer. Hier zit er nog één. Oh, moet die niet te vroeg loslaten natuurlijk. Hier zitten er nog twee. Appakee, die nog. Oh, die gaat niet in één keer dood. Dan pakken we hem nog een arrow. Nou is die wel neer. Dit ding is toch sick. Ja, hoppakee. Ook neer. En dan hebben we hier nog twee spawners. Oh, hier komt nog meer vandaan. Neer.
Ja, die helaas kun je die spawner zelf... Oh, wat? Hij is... Die is ook dood. Zo. En dan... Oh, komen er nog meer aan, joh. Hup, ook neer. En nog één. En nog één. Echt, alles gaat gewoon zo wat in one or two shots gaat gewoon neer. Ik ben echt blij met deze boog. En volgens mij zit hij in... Oh, dit gaat nog even een paar verdiepingen naar beneden. Oké, maar wat we eerst moeten doen is even dit weghalen. En dan de glass weghalen. Zo. Zo. Oké, kijk. Nu hebben we eventjes voor gezorgd dat we genoeg lava buckets zal hebben voor die smeltery. Zo. Die stoppen we ook allemaal even in onze inf. Dan is het eerst volgende wat we nodig hebben is eigenlijk gewoon een lava pool. Nou ja, dat is... Of tenminste, wat ik ook gewoon kan doen. Waar ik nu opeens op het idee kom. Ik kan gewoon eventjes dat water toegang geven tot de lava. Zo. Kijk, en dan heb ik alweer extra cobblestone. Dat is helemaal mooi. Alleen, nou moet ik eigenlijk even dit afsluiten. Oh, er komt er weer een naar boven. Oh, deze heeft een speciaal effect. Oh, shit. Hij is al dood. Oké, dat scheelt weer. Hij zette me vast in ijs of deed ik dat zelf? Dat deed ik zelf. Ik moet even dat water stoppen. Hop. En hop. Oh, er komt er weer... Oh, shit, er komt een legertje aan. Hoppakee, die is... gaat wel neer. En... Nou, ga weg. Zo. Oké. Even stop met water sproeien. Dankjewel. Oké. Even snel die obsidian weghakken. Er komt niks naar boven. Nope. Oké. Ja, we hebben natuurlijk ook wat obsidian nodig. 4 om precies te zijn. We hoeven geen nether portal te hebben, dat niet. Maar we moeten wel zorgen dat we eventjes een enchantment table kunnen maken. En daar hebben we natuurlijk wat obsidian voor nodig. Dit is dan weer even vervelend. Even kijken. Ja, geef maar hier dat blokje. En... Stop dat water. Oh, moet ik nog 2 blokjes hebben. 1, 2. Zo, oké. En stop. Oké, deze obsidian nog. En dan hebben we genoeg. Dan kunnen we ook een enchantment table gaan maken zodra we thuis zijn. Dan hoef ik ook geen lava meer te zoeken. Dan heb ik al gewoon alles voor wat ik nodig heb. Hier zie ik een heleboel XP. Nou, lever dat allemaal maar in. Want ik heb gezien dat dat van pas kan komen. En zo'n mini outer cave moeten we er ook nog weer eentje van vinden. Oh, jezus, er is hier een heel leger. Nou ja, daarvoor hebben we deze boog. Hier, hoppakee, hoppakee. Heel leger uitgeschakeld. En dan vinden we wat kool. Nou ja, dat is niet heel erg bijzonder. Hier nog wat. Nee, wat rotzooi. Hier zie ik nog een zombie. Die is ook neer. Hebben we dan nog een bos of iets? Of is dat er niet? Oh, wacht, we hebben nog een verdieping. Oké, dan begint nu toch wel een beetje eng te worden. Want als er dan nog een verdieping is, wil ik wel weten wat daar beneden is. We hebben een staf, dus als we weg moeten vliegen, kunnen we snel weg. Oké. Staat sowieso eens zo'n soldier hier. Hier nog een. Oh, hier één. Nog één. Nog één. Nog één. En nog één. We kunnen nog verder naar beneden. Really? Hoe ver gaat dit? Ga weg, creeper. Oké. Ik heb geen arrows meer. Shit. We hebben nog een zwaard. Hop. En hoppakee. Dit zwaard is ook nog wel sterk. Ik heb dus mijn arrows niet meegenomen. Dat is niet heel erg slim van mij. Nee, ik heb ook geen arrows meer bij me. Misschien dat we ze nog vinden hoor. Het zou zomaar kunnen. Hier misschien nog. Nee, maar wel. Furclad boots. Normale boots. En een reinforced bow. Ja, nou ik weet niet of ik dit wel mee moet nemen. Ik vind het allemaal wel prima. Even kijken, wat hebben we hier nog? Is dit... Huh? Oké, dit vertrouw ik dus weer niet, hè? Want dadelijk... Oh! Wacht even, wij zijn verkeerd om gaan werken, blijkbaar. Want hier is het trappetje naar beneden. We konden dus ook gewoon rustig aan naar beneden gaan. Oké, misschien dat er dan iets mis heb gelopen. Ik zag hier nog wel een soldaatje staan. Kom eens even hier. Hoppakee, zo. Nee, hier zit ook niks in. Is er dan überhaupt wel iets hier? Iets van waarde? Oh, er zitten hier nog wel allemaal van die... Oh, wacht even. Ik denk dat ik de waarde heb gevonden. Oh, die diamond gastjes zijn gevaarlijk. Oké, die is ook neer. Hop. Oh, ga dood. Jij ook. Oh, die hebben best wel... Die zijn best wel tanky, though. Kom op, een beetje kritten dan. Hop, hop. En neer. Oké. Dit zou dan de kamer moeten zijn
waar de loot ligt, lijkt me. Ah, kijk, hier staan wel twee... Oeh. We hebben hier een diamond bladed skill... Nog wat is? Een iron big sword, een diamond shield, een iron sight. Ja, die iron sight mag hier lekker blijven. Dat is echt een useless ding. Ja, eindelijk. Daar is die hoor. De large backpack. Oké, dit is wel heel erg chill. Want dat betekent dat we nu alle ores lekker mogen verplaatsen hier in deze backpack. En ja, hier kunnen we gewoon zo ontiegelijk veel in doen. Hier hoeven we bijna eigenlijk niks gewoon te stashen. Hier kan gewoon zowat alles in. En even kijken, dan pakken we deze erbij. Die gaan we even helemaal leeghalen. Even, hoppakee, alles eruit plukken. Nou, dit is echt fijn dat ik deze heb gekregen. Want ja, dit, zoals ik zeg, je kan hier alles in doen. Kijk hoeveel ruimte ik heb in één zo'n fucking backpack. Gold apples mogen daarin. Die mogen daarin. Moet ik hem weer even openen. Kijk dan, er zit nog veel meer in, joh. En kun je nagaan, deze zat vol. Die andere, daar ben ik nu al twee infjes aan het ingooien, zowat. Deze, hoppakee. Nog wat van die shards die ik nog een keertje moet omzetten als ik daar zin in heb. Voor de rest, de obsidian mag daar wel heel even bij in. Voor als ik straks thuis ben. En de laatste drie dingetjes, hoppakee. Nou, dan zou ik daar bijvoorbeeld nu ook stafjes in kunnen doen en dat soort dingen. Dat je gewoon je hele inventory eigenlijk meeneemt in de rugzakjes. Of tenminste alles wat je echt nodig hebt. En ja, die big backpack is toch wel echt heel erg chill. Daar ben ik echt super blij mee. Dan kan al het armor kan, en zwaarden en dingen kan hierheen. Ik denk dat ik trouwens die chestplate even aantrek, zo. Dit kan dan hier weer in. Diamond ding kan ook daarin. Ja, arrows heb ik momenteel niet, dus dat is een beetje fucked up. Maar ik heb hier nog een extra zwaard, die doen we daarin. Nou, en dan is dit wel even mooi. Oh, wacht, die reinforced bow, die moet ik niet weggooien. En dan was dit denk ik de loot. Er is hier misschien nog wel een extra chest. We gaan zo even kijken, maar ik denk dat dit wel de loot was, zeg maar. We hebben hier nog wel eens een toren die we niet gehad hebben. En volgens mij was dat deze. En er stonden nog drie chestjes in. Even kijken. Ja, kijk, hier zitten nog allemaal oars in. Dat dacht ik al wel. Oké, we hebben ook zo'n diamond broekie. Dat is wel heel erg chill. Oké, hier is een slime ding in en dat was het. Oké, dan kunnen we hier even de armor in doen. Hoppakee, en de boog. En de oars mogen we hierin. Kijk eens. Hoppakee. Oké, dan hebben we dit ook weer voor elkaar, denk ik. Hier zit niet meer... Oh, wacht. Hier is nog een gekke spin of zo. Ga dood. Oh, en jij ook dood. Kreeg ik daarvan? Een Meteorite Helmet Protection 2. Oké, dat denk ik dat we hier voor de rest klaar zijn. We zetten de backpacks weer eventjes hier zo op een rijtje. Want die gaan we toch niet in onze infoslots houden. Dat is alleen maar zonde. En dan gaan we weer naar beneden. Ik zie daar een slime island. Gaan we gewoon heel even landen. Hoppakee. Haha. Een slime island is best grappig. Zijn dit dan ook echt blokken waar je op stuit het? Ja hoor, je stuit het er ook gewoon echt op. Wauw. Oké, de zee in, denk ik. Dat kasteel hebben we al gehad. Dus we moeten op zoek naar iets nieuws. Dat kasteel heeft ons ook nog eens een keertje, ja, een beetje vervelend gedaan, om zo maar te zeggen. Het fijne is wel dat ik gelukkig die boots heb. Dus ik kan heel makkelijk over de zee heen springen. En dat is ook echt super chill. Want anders moet je natuurlijk de hele tijd zwemmen. Dat is fucking irritant. Ik weet alleen niet of de durability hierdoor kapot gaat. Dat zou ik niet durven zeggen eigenlijk. We kunnen het wel even checken. We rennen even een stukje en dan kijken we. Maar ik denk het haast niet. Even kijken. Nee, de durability blijft gewoon hetzelfde. Mooi. Dan gaan we ondertussen even kijken. Oh, daar zit wel weer een tower. Ja, we kunnen eventueel de tower wel even invliegen om te kijken of ik iets kan vinden, om zo maar te zeggen. En om eventueel eventjes de boss te killen. Alhoewel, even de diamond pickaxe iets op een meer geschikte positie zetten, zo. En dan de staf moet ik ready houden, want ik moet er zo meteen invliegen. Even kijken. Het handigste is dan, denk ik, om... Even kijken, zo, 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 hoppakee, binnen.
Oké, oh nee, dit is ook niet echt een heerlijke etage daarvoor. Sloop ze. Oh, what the fuck is dit? Wat zijn dit? Wat zijn dit in godsnaam? Oh jeetje, wat is dit allemaal? Wat is gaande hier? Stop. Oh shit, het is wel te merken dat het nacht is, hé. Holy moly. Hoppakee. Oké. Even rust. Eventjes rust. Oké, die nog even slopen. Hup, en dan komt er weer een skeleton naar beneden gevlogen, ook neer. Zo. Oké, even looten. Dat nemen we mee. En dan kunnen we naar de volgende verdieping, waar waarschijnlijk allemaal van die klote spinnetjes zitten. Want ik hoor... Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Zullen er nog wel meer zijn? Hoppakee. Snel. Tik. Tik. Hoppakee, die zijn ook weg. Oh, hoi. Hoi. Allemaal skeletonisch. Hier komt er nog één aan. En nog één. Ook allemaal neer. Dat gaat lekker. Even kijken, wat zit hier nog in? Weer wat emeralds. We hebben wel weer wat arrows. Dus we kunnen eventueel, denk ik, de grote baas wel in één keer neerschieten. Zo. Oh, daar komen er weer een paar. Hop. En eentje met armor en zo. Weet ik. Oei, joh, die is tanky. Wat zit er nou weer in mijn rug? Hey, joh. Weer zo'n raar beest. Waar komt die nou elke keer vandaan? Oh, hier, what the fuck? Elke keer zo'n Harbinger of zo. Ik weet niet wat het is. Hier, op. Oh, hij is dood nu. Oké, wat ik even moet doen... is de blauwe backpack pakken, denk ik. Want blauw was... Nee, niet blauw. Hierin moet hij dan zitten. Ja, oké, we doen heel even alvast deze switchen. Oh, nee, wacht, hij heeft nog zat durability, joh. Laat maar, ik dacht even dat hij helemaal rood was. Anders had het natuurlijk zonde geweest. We gaan kijken of we deze tower nog neer kunnen krijgen. Skeleton down. Als ik hem nu open, dan komt hij sowieso naar beneden. Ik denk dat ik hem eerst beter dood kan maken. Even kijken. Oh, deze boss heeft... Uh-oh. Deze heeft een freaking speciaal effect. Ninja Vengeance. Oké, we moeten deze op een zachte manier doodmaken. Op deze manier dus. Want deze heeft ook nog eens een special effect op hem. Deze willen we echt niet tegen ons hebben. Tenminste. Dat bedoel ik dus. Is die nou dood? Hij is dood! Of niet? Nee, niet. Uh-oh. Oké, gouden appel. Zo. Oké. Hij zit nu waarschijnlijk... Ja, hier zit hij. Oké. Weer even naar boven. Even kijken. Op deze manier. Hop. Oké. We potion hem weer. En weer schieten. Oh. Oké, hij... Schieten. Oké, dit gaat nog goed. Schieten. Oh nee. Schieten, blijven schieten. Oké, hij is neer. Oh, shit. Dat ging nog net goed. Even kijken, deze nog killen. Oh, er zitten hier natuurlijk nog overal spawners. En de hideout is, gaat eraan. We laten onszelf gewoon rustig naar beneden kletteren. Hoppakee. En wegwezen hier. Zo. We hebben hem neer. Kijk, en alles wat ernaast valt, dat zal mij een worst wezen. Zo. Oké, even kijken. Wat hebben we hier nou weer gekregen? Want we hebben hier een Golden Gizal. Geen idee wat het is. We hebben weer wat essence. We hebben een Soul Reaper. Oké, een Soul Reaper. Dat klinkt best wel scary. Even kijken. We hebben ook weer wat diamonds. We hebben weer wat van die. Wat van die. Doen we allemaal gewoon maar hierin. We hebben ook een Abyss Fragment. Ja, de Soul... Ik weet echt niet wat het inhoudt. Maar het ziet er wel lijp uit. Armor, dat deden we in die andere. Dat deden we in... Deze volgens mij, ja. Zo. Shield mag er nog bijna. Lillipad doe ik er gewoon bij. Ik weet niet, hier zit nog een wapen. Nog zo'n Giant Ender Sword die we nog hebben gekregen. Dan hebben we nog weer even deze backpack nodig voor de ores. Ja, zo is het wel weer eventjes een beetje geordend. Tenminste, gedeeltelijk. Hey,
Oh, ik schrik me dood. Ik was op mijn backpack kwijt. Ja, zo zijn we er wel weer. What the fuck? Die tower is in ieder geval neer. Daar ging het om. En we hebben weer wat extra's gevonden. Wat gekke dingetjes. In ieder geval mensen, voor deze aflevering wil ik jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.